Hoi. Hey. Oh, kijk maar, die lucht is kapot. Ja. Vorige week ben je overgekocht voor de tafels. Ja, maar dat is niks. Dat is een verloop. Dat is niks. Die gooi ik weg. Oh, wat is er mis? Ja, ik weet het. Dat is de voorlaat. Wat is dat voor vragen? Dat is de voorlaat. Ja, het is wel een kriek, maar ja. Nee, het valt is strak, hè? Oh ja, ja. Ja, het valt is strak. Geen dragen, maar ja. Het zijn kleine dingen. Het is gezellig, hè? Ja. Het zal wel een dure fiets geweest zijn. Dat is een dure fiets geweest. Zo vertel ik het niet. Mijn zoon gaat wonen in het huis in Eindhoven. Oh! Dus ik moet fietsen wegdoen. Oh! En nou dan, hoe ga je door zijn auto dan? Ga je fiets allemaal wegbrengen? Ik weet niet, ik heb tegen hem gezegd, hij heeft een studenten inkomen. Ik zeg, als je ze kan verkopen, verkoop je ze. Zet je ze te koop. Vanaf eind deze maand woont hij daar, want hij moet bij zijn moeder weg. Oh. Er wordt een probleem met zijn moeder. Weet je al die jongen die ik bij ja, ja. Krijg hem maar €500 per maand. Studiefinanciering. Wauw, heel niet veel, hè? In het huis kan hij gratis wonen, hij moet alleen de stroom betalen en het water. Ja. Het huis staat leeg. Mijn moeder woont er al 5 jaar niet meer. Wat staat je moeder met je vak bij je dan? Nee, ze vond het. Oh, het is maar goed dat ze dat niet kocht. Dat vrouwtje die heeft een hele rare schoonfamilie. Ze zit daar altijd te beledigen. Oh. Ik zeg, dat moet je niet toelaten. Ja, je kan dan oud blijven. Zo, dat zeg ik verschoon zo. Ja, zo ja. Zeg je, hij wordt zelf ook oud. Ja, kijk maar. Ja. Als je in mijn koop moet kijken, man. Ja, wat vraag je voor die? Wat denk ik over na? Ja, dat is het. Ja. Ja. Weet je wel, doe ik wel.